Expo dan? Yes? Okay. Vraag 1. Vraag 1, daar gaan we beginnen, jazeker. Nou, als eerste wil ik jullie vragen om jullie misschien even één voor één voor te stellen. Wie zijn jullie? Wat doen jullie binnen de band? Oké, okay. Nou, ik ben Nicole. Oh, nee, sorry. Ik ben Nicole. Knip. Nee, ik ben Rob. Ja. Ik speel bas. En de bas? Ja. Ik ben Rob Bert en ik speel gitaar. Oké. Okay. Ik ben Afke en ik speel toetsen. Nee. Mijn naam is Nicole en ik zing. Jean-Pierre en ik speel dit ding hier. De drums. Ja. Oké, okay, super vet. Jullie bandnaam, waar komt deze vandaan? Je mag even. Jouw schuld. Ja. Oh, jullie schuld. Ja. Oh. Ken je... 15 jaar geleden. Oh. Ken je koffie en dan wil je dan melk in en dan heb je niet en dan heb je die cream. En, ja, ja. Nou, van een bepaald merk en daar stond er, zat er onder zo'n complimentje voor je koffie. En vandaar was het gewoon van, ja, daar doen we goed. Ja. Zo simpel. Ja, we vonden de band Flowers for Breakfast vonden we mooi. Ja, dat is ook zo'n voor je lange koffie naam. Net zo'n beetje zo. We hebben de naam nooit kunnen veranderen. Dan nee. Ja, ja, je hebt, ja, als je eenmaal kiest, dan is het zo te laat. Het was toch te lief. Toen moest je wel. Ja. Volgend jaar dan? Ja. Oh. Nee, ik niet. Nee. Goed, noem ons maar compliments dan. Dat is afkorting van. Ja, nou, oké. Hebben jullie met de band nog een droom waar jullie graag willen optreden? Of bij wie jullie misschien in het voorprogramma willen staan? Of ja, DWDD. Ja. We hebben een speciaal nummer gemaakt. We willen eigenlijk in zo kort mogelijk tijd heel beroemd worden. Is hij al 1,5 minuut? Nog net niet. Ja, doen we al heel lang. 1,33. Dus daar willen jullie echt nog optreden, bij De Wereld Draait Door. Nou, willen ze gewoon op, zou leuk zijn. Zou leuk zijn. Ja, ja, ja. Nou, bij deze. Ja, dat is wel één probleem. Want je mag tegenwoordig wat langer spelen bij De Wereld Draait Door. Ja, dus het nummer is te kort. We hebben al die nummers die we daarvoor gemaakt hebben. Ja. Moeten een klein beetje. Die hebben jullie ingekocht. Ja, die moeten we juist nu verlengen. Maar nu moet je hem verlengen. Ja. Oh, ze zitten weer tegen. Oh, nee. Nou, nee. Kan echt niet. Spelen we toch wat op YouTube? Ja, precies. Op YouTube in plaats van De Wereld Draait Door. Ja. Niet iemand waar jullie misschien nog bij in het voorprogramma willen staan of zo. Of iemand die bij jullie in het voorprogramma moet staan. Nou ja, we spelen regelmatig met andere bandjes samen. Ja, weet je. Geef maar toe, want jij wil gewoon hoofdprogramma zijn. Ja, in feite wel. Ja, nee, maar het snap ik, snap ik. Ja, snap ik. Maar wij treden graag op. Dat doen we wel. Alleen we merken wel, het is lastig als onbekende band om gigs te vinden. Ja, dat klopt. En ja. Dus ik heb zoiets van, anyone who will take us, laat maar komen en dan spelen we. En ik vind het niet spannend met wie of wat als we maar lekker kunnen spelen. Als je gewoon met z'n allen gewoon maar lekker muziek kunt maken. Ja, dat doen we. Sting in het voorprogramma mag ook. Ja. We hebben ooit eens een keer, we hebben 2 man gespeeld hebben? 2 of 3 man in de zaal? In de muziekschool toen? Oh ja, optreden. Dat was hartstikke leuk. Maar er waren wel maar 2 of 3. 2 of 3 man stonden echt te dansen en Kerst stond er in het midden op de zaal te spelen. En dat is heel leuk. Maar kwamen we daar nog een stuk of 3, weet je wel? Ja, precies. Oh, het zwembad dat nu echt gesloten is. Ja. Nou ja, goed, als je mensen allemaal lol hebt, maakt het eigenlijk niet uit, toch? Een keertje het glazen huis weer een keer. Oh ja, dat is ook leuk. Dat heb ik al een keer gedaan. Ja, niet live, hè? Niet live. Oh, daar ging het niet over, daar ging het niet over. Sorry. Nou, over muziek gesproken, wat voor soort muziek spelen jullie precies? Volgende vraag. Ongeveer, plus minus. Ja. Wat zeggen we op de website? Niks meer. Ach, niks meer? Pop, wat moet je toch zeggen? Pop, rock, muziek. Maar dan beetje wel met een experimenteel sausje als electro. Alles. Ja, eigenlijk het klinkt een combinatie van alles. Kijk, of niet wel heel veel. Alles, maar we hebben onze eigen sound. Maar welke sound het nou precies is. Ja. Je hoort ons eigenlijk al door elkaar praten, zoals die muziek. Eigenlijk al 15 jaar lang treden we op. En dan elke keer na het optreden vraag ik, weet jij wat voor muziekstijl dat is? En niemand weet dat. Ja. En niemand weet het gewoon. De muziek spreekt voor zichzelf. Wat ik gehoord heb is, Anouk. Smashing Pumpkins, U2, iemand een keer gezegd. Wat noem je meer? Noemen ze nog meer namen? Nou, met wie we vergeleken zijn? Nou, mijn grote voorbeelden zijn Queen. Oh, Queen? Nee joh, echt waar? Nee. Freddy die kon ook zo lachen als Nicole. Dat was niet te maand hoor. Ja.
Maar goed, er is geen vergelijking te maken, dat wil jij in feite zeggen. Nee, we zijn niet. Jullie spelen gewoon van alles. Maar spelen jullie ook alleen maar eigen nummers of ook covers? Nee, alleen eigen nummers. Nou, één cover. Eentje, en welke is dat? Twee. Ja, nou, dat weet ik nooit meer. Nee, dat klopt. Ja, we hebben ooit covers. Ja, dat wel. En welke cover was dat? Welke van Gogh, Pink Floyd. Weet je dat nu? Oh, oké. Okay. Dat was een opdracht. Ja, een opdracht. Oh, dat moesten jullie doen. Dat kregen jullie als opdracht. Oké, vet. Dat was heel gaaf geworden. Ja, iets moeilijk zegt. Dat is een reden. Oh, weet ik praat er nog even. Sorry. Nee, goed. Nou, dan willen we jullie vragen om nog even een nummertje voor ons te spelen, als je dat leuk vindt. Ja, dat gaat. Ja? Ja.